Welkom terug in Minnesota. Vanuit de Twin Cities zijn we 250 kilometer richting het noorden gereden en we zijn nu in Duluth. Duluth is de grootste inland havenstad ter wereld. Het ligt aan Lake Superior, het grootste zoetwatermeer ter wereld en twee keer zo groot als ons land. Ik ben benieuwd wat Duluth en omgeving ons te bieden heeft. Vlakbij de beroemde Aerial Lift Bridge die het Duluth scheepskanaal overspant, vind je het Lake Superior Maritime Visitor Center. Hier leer je van alles over de Upper Lakes in Minnesota en met name Lake Superior. Er is veel te zien en te doen in dit gratis museum. De enorme zeeschepen die deze binnenzee bevaren, passeren op schootsafstand het museum en meren aan in de grote haven van Duluth. Een van de dingen waar Duluth ook bekend om staat is een levendige horeca-scene. Barretjes, restaurants en heel veel lokale brouwerijtjes. Ursa Minor is er één van en ik heb zin om te proeven. Hey. Hello, hello. I'm Amanda from Ursa Minor Brewery. Yes. So how many beers do you brew here? How many types of beers? Yeah, so currently on tap we have 14 different kinds of beers, ranging from stouts to IPAs to sours and even a seltzer. Okay, and what is the favorite with the customers? Oh, the top seller by far is Galactic Facelift. It's a hazy IPA featuring Galaxy hops, Mosaic and Citra. Very delicious, super fruity. Galactic Facelift. Correct. I have to try this. Yeah. Mm. Oh yeah, that's an IPA. Oh, yeah. Yep. Super Thanks delicious. Very much. Yeah, of course. Cheers. Thank you so much. Aan de oevers van Lake Superior en iets buiten Duluth vind je nog een mooie attractie: Glen Sheen Mansion. Op 20.000 vierkante meter grond staat een prachtig herenhuis dat volledig in oude stijl is hersteld. De 39 kamers bieden je een mooi overzicht van het leven begin 1900, toen Chester en Clara Congdon het lieten bouwen. Dit mijnbouwers-echtpaar deed zichzelf niets tekort. En dat is wel te zien aan de plafonds van bladgoud, zilverwerk en andere prachtige objecten. Als je richting het noorden van Minnesota rijdt, mag je de North Shore Scenic Driveway zeker niet missen. De naam verklapt alles al. Een prachtige autoroute langs de oevers van Lake Superior die je langs alle highlights brengt. Zoals deze mooie Gooseberry Falls, het Split Rock Lighthouse, het Vissersmuseum in Tufty en veel, veel meer. All right. Ik ben op pad met Tim van Electric Trails, want dit is een populaire bezigheid hier. Rond Lake Superior, hier in het noorden van Minnesota. Lekker met de e-bike op pad. Mooi door de natuur. Let's go, Tim. Yo. Het stikt van de fietsroutes rond Lake Superior. Je kunt eruit tientallen kiezen. Maar wil je jezelf nou volledig uitdagen, dan is er ook nog de Lake Superior Cycle Tour. Deze route is maar liefst 2100 kilometer lang en brengt je het hele meer rond. Vlak voor je Canada inrijdt, daar in het hoge noorden, eindig je in Grand Marais. En daar is iets grappigs mee aan de hand, want niet alleen natuurliefhebbers weten hun weg te vinden naar dit kleine dorp. Talloze kunstschilders slaan hier zomers hun kamp op om de bijzondere natuur vast te leggen. En het stikt van de workshops. En ik eindig op het toepasselijke Artist Point. Dat was het dan. Het zit er alweer op, helaas. Het was een geweldige week, Minnesota. Dankjewel. Ik rijd terug naar Minneapolis en vlieg dan terug naar huis. Maar een aanrader